Hallo vodcasters en bezoekers van Radio2.nl. Frits Spits viert zijn 60ste verjaardag en zijn 35-jarig radiojubileum. En ik sta hier in het muziekpaviljoen van het Mediapark in Hilversum. De plek waar Frits 15 jaar lang de Avondspits, zijn legendarische radioprogramma, presenteerde. Om je herinneringen een beetje op te frissen, dit fragment. Maandag tot en met zaterdag. Avond. Een uur vol emoties. Vrienden van Avondspits, goedenavond. Aanstonds weer aandacht voor het... Ik heb met Frits afgesproken en hij komt... Oh, komt net op de fiets, komt hij eraan. Kom mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat stoer op de fiets ook. Ja, tuurlijk. Oh, dat is hier wel veranderd, hè. Hier stond de installatie. Hierachter stond... De technicus die stond dus hier. Dus de technicus die stond hier. Hier was de grote installatie, ook al moderne apparatuur toch al de laatste tijd. En dit was inderdaad de studio. En als je dan naar die andere ruimte ging, dat was eigenlijk alleen het domein van de DJ's. Hier zaten de DJ's. Ja, en hier zat het beroemde raam. Het beroemde raam. Felix Meurers ooit op eens een keer. Dit is hem! Wat is dat? Dat is de kruk. De kruk. Dat is de kruk, nou, waar Joost de Draaier altijd op zat. En volgens mij is dit hem. In ieder geval net zo'n kruk. Ja, dat zit lekker, hè? Met je houten. Goh, dat dit. Je zat niet aan deze kant, hè? Nee, ik zat zo. Hier stond die tafel. Ja. Hier waren dan nog twee draaitafels, nog geen cd-spelers. Natuurlijk jingle machines. Ja, laatste jaar natuurlijk wel cd-spelers. En hier zat inderdaad, als er mensen kwamen, dan zaten die hier. Ik vond een oude limerick, moet je nagaan. Ja, daar hebben we dus ook van gehad. Ja. Dat wil je niet weten. Wie verzonnen ze allemaal? De luisteraars? De luisteraars, in grote getalen. En ik kom nog wel eens mensen tegen, zei vroeger, vond ik de Avondspits, vond ik een leuk programma. Die limerick van mij, die heb jij nooit uitgezonden. Voorlezen. Doe eens. Een stoere jongen uit Stavoren hield van snelle motoren, maar tegen 500 cc zei zijn meisje beslist nee. Zij liet zich alleen door 10cc bekoren. Ja, mooi. Ik kreeg gisteren een mailtje uit Shanghai. En die vrouw die zegt, vroeger luisterde ik altijd naar de Avondspits. En nu luister ik tussen 5 en 7 naar Tijd voor 2 in Shanghai via de computer. Zegt, dan heb ik weer de Avondspits. Ik word echt stil als ik dat lees. Dan denk ik, nou ja, dat is mooi. Geweldig, dat is, toch? Ja. Ooit, ik weet niet of jij dat wel eens meegemaakt hebt. In het begin van mijn carrière had ik als een technicus, dat deed ik nog nachtprogramma's. En dan zat een technicus, die zat zo met een krant voor zijn... Ik weet niet, voor zijn snuffer. Voor zijn snuffer, ja, gewoon lekker te lezen. Ja. Ik mijn best had te doen om een leuk programma te maken. Ja, en toen ben ik naar de jongen toe gegaan en zei, dat doe je nooit meer. Ik zeg... Al leg je hem maar plat voor je, maar je gaat niet meer een krant demonstratief lezen. Ja. Want dat is hetzelfde, zeggen mijn kinderen, eigenlijk niks aan wat je doet. Ja. En hij is mijn eerste luisteraar. Ja. Maar de meeste technici, ja, die zijn fantastisch. We hebben een hele goeie. Meneer de technicus, Bart Brink. Ik heb je nog geschreven. Kom. Heb jij ooit nog die brief van mij? Uiteraard! Ja, oké. Okay. Man, daar was ik heel gelukkig mee. Het is dus een beetje, dit is uw leven. Ja. Nee, dat we een beetje goed spelen. Hey Bart Brink! Ja, precies. Weet je nog Lauwtje? Oh, fantastisch was dat! Maar het is wel een leuke tijd geweest en dan kijk je heel leuk een terug. Fantastische tijd. Jongen, die Avondspits, dat was natuurlijk... Ja. Dat was, ja... Met Tom, de fantastische Tom, die nog steeds een goede vriend van me is. En Tom van Dranen? Tom Verdraan heeft ook mee. Tom? Is die er ook bij? Tom? Jezus. Goedemorgen. Je moet niet vergeten dat popradio eigenlijk pas sinds de tijd van Evers, sinds de jaren 90, eigenlijk pas serieus wordt genomen. Ja. In de tijd dat Felix en ik hebben daar, wij mogen wel zeggen, onder geleden, dat wij werden niet serieus genomen. Nee, precies. Nee. En zoals er over ons werd geschreven, dat wil je gewoon niet weten. Toen ik wegging bij de Avondspits, stond er in de Volkskrant gewoon als kop de laatste tochtvlaag. Ik denk, jongen, de laatste tochtvlaag, dat vond ik erg. Ja. Hier, ja, dit is wel een mooie plek. Leuk. En erg is natuurlijk dat daarbuiten is Pim Fortuyn vermoord. Ik heb dus jaren gewerkt. Dus toen ik hoorde dat hij was vermoord, wist ik
je kon uittekenen waar dat gebeurde. Ja. Ja. Het is daarna ook die plek zo onschuld kwijtgeraakt, toch? Ja, ja. Dus echt als je dan ik vond het wel en... bijzonder dat ik het nou weer voor de eerste langs fiets. Hadden wij gisteren ook, maar even gingen kijken. Ja. Het is natuurlijk wel een heel lelijk gebouw, hè? Ja. Ik bedoel, hoe magisch deze plek dan ook is. Ja. Maar iedere keer als ik hier kwam, heb ik me verwonderd, welke idioot heeft dit gebouwd? In 1966. Ja. Echt. Zoals we hier nu zitten, voel je ook iets van een soort heimwee naar boven nee, komen? Nee, ik denk nee. Nee, maar weet je, volgens mij, daar heb ik nooit gehad. Ik ben echt iemand van nu. Ik leef nu, vroeger was ook leuk. Weet je, maar als je denkt van, ja, vroeger was het leuker of vroeger waren we beter, dat is allemaal onzin. Je leeft nu. Ik zeg altijd, tijd is mijn kapitaal. Dat is, ik heb nu minuten. Dit is ontzettend leuk, dit gesprek. Daar geniet ik van. Ja. Daar, en dat is wat ik me zo goed besef, ook omdat goede vrienden van mij. Hè, je komt als je 60 bent dichter bij de dood. Dan realiseer je dus ook dat dan ga je anders naar tijd kijken. Erg leuk jongens, al die aandacht. Ja, leuk hoor. Ja. Oh.